schrijven 20 februari 2009. Meer dan 1250 dagen te gaan voor de Olympische Spelen van 2012 in Londen. En we zijn met de Nederlandse zeilploeg aan het trainen voor het matchracen. Want matchracen is een nieuwe discipline en is ingeruild voor de Engling-klasse. We gaan een kijkje nemen bij Klaartje Zuiderbaan, de coach van het matchracen, die zelf vierde op de wereldranglijst staat. En die brengt onze Nederlandse zeilers de fijne kneepjes van het matchracen bij. Het matchracen. Twee boten, 1-1, winner takes all. Klinkt eenvoudig, is het niet. Wat gebeurt er? We zitten naar een pre-start te kijken. Dan is de kunst dat je op 4 minuten het startlijngebied invaart. Komt, dat is ongeveer op dit moment, dus 4 minuten. Dan zie je de boot links en rechts varen het startgebied in. En dan zoeken ze elkaar op. En dan zie je twee boten die elkaar proberen het leven zuur te maken. Of positief gezegd, het zijn twee boten waarvan de eentje de beste positie zoekt ten opzichte van de andere. En deze strijd kan 4 minuten doorgaan. En dan weet je, om het heel simpel uit te leggen, probeer je altijd in de pre-start, zoals dat heet, de boot te worden die de andere boot kan dicteren. Je ziet hier, het is een soort kat en muis. Het is veel eerder een spel van regels en strategie. Nou, vooral tactiek, dan bootsnelheid. Je ziet continu naar elkaar kijken. En een van de bemanningsleden moet ook in de gaten houden hoe de tijd is tot en met de start. Want we zitten nog steeds in een aftelprocedure. We hebben nog 20 seconden voor de start. 10 seconden. 5, 4, 3, 2, dat was het startsein. Een wedstrijd in zo'n matchrace gaat altijd over 2 rondjes. 1 keer naar boven, 1 keer naar beneden. Dus 1 keer tegen de wind in, 1 keer met de wind mee naar beneden. Weer tegen de wind in. Naar beneden met de wind mee en dan finishen. En het kan vaak gebeuren dat de scheidsrechters die op het water zijn een straf uitdelen. En die straf kun je verdisconteren door een penalty rondje te draaien. En dat wordt hier geoefend. Dan zal straks de eerste boot een straf krijgen. Dus de coach doet dan ook even als de scheidsrechter is. Die geeft nu een straf. En dat betekent dat de eerste boot een penalty rondje moet draaien voor de finish. Dat is even een fictieve straf die bedacht is. Bij het matchracen kan je een penalty hebben, dan moet je een rondje draaien. En, ja. Maar het is een beetje een kat-en-muis spelletje, want je wil gewoon als eerste finishen. Dus nu oefenen ze om, als ze voor liggen en ze hebben een penalty, je mag hem uitstellen tot wanneer je wil. Je mag hem nemen wanneer je wil. Maar wel voor de finish neem ik aan. Ja, voordat je finisht. En dus deze oefening is om als je voor ligt en de penalty te nemen. En voor te blijven. Nou, dat is hartstikke moeilijk. Maar wij zijn dan gewoon leken en zeggen, geef dan gas, vaar gewoon weg. Maar waarom stoppen ze dan? Nou, als je niet ver genoeg voor ligt om dat rondje te kunnen draaien en nog voor te blijven. Als je dan naar de finish vaart, dan weet je al van tevoren dat de kans klein is dat je gaat winnen. Dus dan, ja, dan ga je dichterbij en proberen die ander of een penalty te geven. Of tijdens het rondje dat jij draait, dat ze mee moeten draaien. Als die ander een penalty geven, dan mogen ze tegen elkaar wegstrepen. Ja, precies. Kijken wat hier gebeurt. Om nog voor de finish dat rondje te kunnen draaien. En dan ook nog voor de andere boot te blijven. Geel krijgt nu ook een penalty. Dat wil zeggen dat allebei 1 penalty hebben. Dus die strepen tegen elkaar weg. Dat betekent dat ze nu weer gelijk staan. En nu gaat het erom wie als eerste finisht. Zonder nog een keer een penalty te krijgen. U begrijpt, matchracen is niet zo eenvoudig. En we gaan nu zien dat de Nederland 2 hier deze wedstrijd gaat winnen. 1-0. En zo gaat het dan met het matchrace. In een round robin vaar je de best out of 3 of best out of 5. Om te bepalen wie doorgaat naar de volgende ronde. We hebben nog meer dan 1250 dagen te gaan tot Londen. Dus wordt het elke dag oefenen? Nou, ook wel wat rustdagen. Maar er moet veel geoefend worden. Ja, klopt. Je ziet het. Het is een nieuwe discipline. En dat levert nog een hoop vraagtekens op hier.